Goedemorgen en superleuk dat je kijkt naar deze tweede Lowlands vlog. Gisteravond was echt een gekkenhuis. We hadden die koptelefoons en we hadden één dikke party. Maar rond een uur of één waren we wel klaar mee. Iedereen was moe, iedereen had het gehad. We zijn lekker naar de tent gegaan. Ik ben toen nog gaan douchen en toen ben ik lekker gaan slapen. En nu is het 7:30. Super vroeg. Maar ja, ik zit natuurlijk een beetje in het ritme van het vroeg opstaan. Ja, ik merk dat iedereen wel hier een beetje ook aan het wakker worden is. Linda op de wc. Laar heeft lekker lopen kotsen. Gisteravond kotsen. Nu net kotsen. Het houdt niet op en niet vanzelf. Dus hopelijk stopt het nu en dan gaat ze zich een beetje beter voelen. Want ja, we moeten er tegenaan vandaag natuurlijk. Vorig jaar was het ook zo. Heeft ze donderdag ook gekotst. Wel wat minder toch, Laar? Ja. Minder erg. Dus ja, eigenlijk hoort het wel een beetje erbij. Eventjes rustig wakker worden en de zon schijnt. Daar ben ik zeer blij mee. Vandaar ook deze lelijke bek. Goed? Met jou? Goed hoor. Hoe voel je? Lin en Sjors gaan lekker knakworstjes als ontbijt eten. Terwijl ik hier nog een beetje brakkelisjes loop te liggen. Vraag om narigheid, hè? Narigheid. Ja. Het uit hoor. Nou, die Aldino zegt dat hij kan ontploffen, dan ben ik niet helemaal, helemaal gerustgesteld. Oh, wacht even, ik ga hier weg. Het leven is gevaarlijk. Ik ga er niet van af. Bam! Nou! Kut vent. Oh ja, pannetje erop. Oh, dit is heel groot, dit is te groot, Sjors. Even dicht, ja, een beetje dicht draaien. Ja, dat is het. Oh, wat zijn jullie toch goed, hè? Oh, pannetje is wel een beetje... Maar mijn billen knepen wel even samen, hè? Nou, meiden, lekker. Goed gekookt. Zo, en weet je wat we dus hebben? We hebben dus mayonaise en tomatenketchup in één tube. Nou, ik heb nog nooit zoiets handigs gezien. Echt niet. Kijk nou, het ziet er ook nog leuk uit ook. Tenminste, het ziet er smerig uit. Gewoon een broodje op mijn been. Maar kijk even de mayonaise en tomatenketchup in één. Is toch leuk? En wie hebben we hier? Vandaag is Donnie, Ronnie, Annemarie. Annemarie. Is er laag? Komt er wel wat? Misschien. Heb je al gefilmd? Ik zit te wachten tot ze gaat kotsen. Ja, ik ga niet in gezelschap. Jawel. Ja, weet ik veel hoe snel dat gaat. Oh. Ga je dan privé of ga je achter de tent? Nee, ik ga toch niet hier zo... Ja, maar als het kijkt. Kan ons dat schelen? Ja, ik zit heel lekker op. Ja, in de tent. Ga ik dan bij de buren in gezelschap. Hier, Laar. Ga hier beter doen. Bij de buren dan mee, anders ga ik achter. De outfit is wel echt on fleek. Nou, trouwens jongens, ik heb nog een nachtelijk pissie weg te gooien. Ja. Wil iemand een slokkie? Wil iemand thee? Ja. Jij, Annelotte? Ja. Ene brandnetels. Joejoe, daar gaat ze. Zo, dat was een goed donker pissie. Zag je dat? Oeh, die loef die ook uit die fles komt. Wil je thee? Misschien dat ik hier op kanaal beginnen met capping tips. Ja. Ja. Kijk, het fijne is dat wij natuurlijk zo'n golden shower douche hebben gemaakt. Lekker zo'n zak aan het hek. Water erin. Hoofd eronder. Ja. Even je voetje. Vieze gore stinkpoot. En ik ben weer gedoucht. Woehoe! Fripse meid. Ja, als je me op tijd knipt. Een mooi effect. Nee, ja. Laar. Ja? We komen even met z'n allen. Bij jou op bezoek. Ja, dat ik wel op mogen ruimen. En ik kom even lekker in je tentje kijken. Oké, welkom in mijn tent. In de voortent is de keuken. En aan de andere kant de voorraadhoek. Waar de pottenhak en de... mais. De kerstversieringen. Dan hebben we hier de master bedroom. Met een
luchtbed, oplaskussentje. En hier zo heb ik de walk-in closet. En als ik dan lekker zo lig. Lee, ik ben aan het filmen. Ja, maar ik moet natuurlijk naakt. Ben je naakt? Dan kom ik meteen. Een doekie. Ja, we komen een doekie brengen. En voor de rest is er niet zoveel gaande. Nee, nou het ziet er wel lekker opgeruimd uit hoor. Nou, ik heb zeg maar alles in zakjes gedaan. Wat voor de regen is, maar ook mijn douchejurk en mijn handdoeken zitten bij elkaar. Mijn ondergoed zit bij elkaar. Dus als ik iets zoek, hoef ik alleen maar het zakje te zoeken waar dat bij hoort. Zoals nu moet ik een vochtig washandje voor Lin. Ja. Dat zit in de overige toiletartikelen. Ja. Heb ik gelijk. Slim. Hallo, jij zit mij te filmen. Ja. Ik heb overal tandpasta. Oh. Ik dacht dat het een nieuw lipstickje was van jou. Mm. Ik ga me zo even aankleden, want om 12:30 of 12:30 moeten we naar Donnie Roefink. Nee, Maradonnie. Looking good. Even de outfitjes. Ziet er goed uit, my Don. Is mijn outfit ook mooi? Ja. Oké. Okay. Fijn dat je het dan uit jezelf zegt. Heb je er zin in? Ja, zeker. Wat verwacht je van je allereerste dag Lowlands? Ja, ja, heel veel. Maar echt leuk. Ik vind het nu al leuk. Leuk, hè? Gisteren was ook leuk, dus... Wordt ja. Alleen maar leuker. Eerste maaltijd van de dag, Indonesisch. En jij hebt lekker je pannenkoekjes. Wat zit er op, Sjors? Hier zit appel en spek op. Ja. Appel. Spek en stroop. Uh-huh. Dit is gewoon poedersuiker en citroen. Lekker. Een rijdende feesttent. We zijn weer gezellig op onze campingplekkie. En vanavond, wat staat er op de planning? Eerst greasing along. Mm-hmm. En dan met iedereen die heeft getrommeld. Ja, maar goed. Ik ga eventjes een klein fijn disco dutje doen. Tenminste, niet echt een disco dutje. Misschien eventjes liggen, kijken wat hier gebeurt. En dan over een paar uurtjes gaat de kut weer in de krul. Want dan gaan we er weer tegenaan. Kan die muziek wat zachter? Dus ik ga mijn oordopjes pakken en lekker slapen. Iedereen bedankt voor het kijken. Tot morgen bij de derde vlog. Hier op Lowlands. Ik heb er alvast super veel zin in. In ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren voor meer video's. En als je wil, druk dan ook op het belletje. Want dan krijg je een melding als we een nieuwe video plaatsen. En voor nu, slaap lekker. Tot morgen. Doei!